Op de baan, dames en heren, staan de Red Arrows. Zoals Wouter net al vertelde, die gaan naar Farnborough. Prachtig vliegveld in de buurt van Londen. Echt het vliegveld waar altijd de eerste tests van vliegtuigen werden gedaan. Vroeger. Ja. En daarna gaan we ons voorbereiden, als die Red Arrows en de Blades vertrokken zijn, dan gaan we ons voorbereiden op de Air Power demo. Als u goed kijkt voorbij die Red Arrows, ziet u een heleboel staarten van F-16's en de F-35, die al blij staat te knipogen. Het gas is inmiddels open van de Red Arrows, de remmen staan er nog op. Het wachten is op de klaring en dan gaan we. Blijft dat er toch imposant om 9 vliegtuigen bij elkaar te zien opstijgen. Mooi om te zien dat de vliegers die aan de buitenkant zitten, dus de achterste kisten, die kijken niet voor zich, maar die kijken naar het vliegtuig rechts of links van hen. Het is jammer, ze hadden vandaag geen tijd of mogelijkheden meer om een complete show te geven. We vinden heel jammer ook die Red Arrows. Het blijft toch altijd een onwaarschijnlijk mooi team. Gisteren waren ze er. Nou, misschien binnenkort ergens op het Defensie.